Ja, ik denk dit soort wedstrijden en hoe die dan verloopt, daar speel jij topsport voor, neem ik aan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dit was wel knotsgek. We maken het onszelf heel erg moeilijk. We beginnen heel zwak, een beetje angstig misschien. Er zijn toch heel veel mensen die hier zitten en dat is voor heel veel jongens is dat nieuw. We komen 4-0 achter met die nieuwe regel en dat, ja, dan maak je het jezelf heel moeilijk. Ja, en de rust zeggen tegen elkaar, laten we alsjeblieft ons eigen spel gaan spelen. Als er iemand veel veldkost kan maken, dan zijn wij het. En gelukkig pakken we de tweede helft op. Gooien we de schroom er vanaf en gaan we hockeyen. Ja, en dan is het wel erg lekker hoe die op het laatst nog even valt en dat je ook de shootouts pakt. Op z'n Duits, hè? Op z'n Duits, ja, heerlijk. Vertekent die 4-0 mentaal gevoelsmatig ja, ook? Enigszins wel. Ja, ik vind het, je promoot ook een beetje. Zij doen één ding de hele eerste helft. Dat is ballen de cirkel inpompen en ze hoeven me aan te raken en staan gelijk 2-0 voor. Ja, dat moeten wij uiteraard beter verdedigen, maar het wordt wel heel makkelijk gemaakt. We worden eigenlijk een beetje gepromoot om dit te gaan doen. Is dit een van de mooiste qua verloop Europese wedstrijden die je hebt gehad? Zeker een van de mooiste. Ik heb heel veel gekken meegemaakt, maar ja, weet je, dat je hem zo in de laatste seconde pakt van 4-0 achter naar 4-4. De laatste seconde gelijk komen en dan met shootouts ook nog eerst missen. En vervolgens ook weer terugkomen en dan pakken, dat is wel heel lekker. Het is echt een paasweekend wat dat betreft, hè? Want dat is het weekend van de wederopstanding. Ja, nee, absoluut, absoluut. En daar hebben we goed gehoor aangegeven, denk ik. Jij bent natuurlijk een van de meer ervaren spelers. Er lopen ook spelers bij, zoals Jochem, die het voor het eerst meemaken Europees. Wat kun jij zo'n jongen nou bijbrengen? Nou, ik denk vooral met taalvlak. Hoe ga je om met grote wedstrijden? Hoe ga je om met deze sfeer die er is? Het is moeilijk communiceren, het is moeilijk praten met elkaar. Nou ja, dat heb je ook de eerste helft gezien. Dan zijn het wel de oudere jongens die aan de jongere gasten vertellen van jongens, laten we nou gewoon ons eigen spel spelen. Gooi die schroom er vanaf. Weet je, niemand wil hier met 8-0 verliezen dat je niet jezelf bent geweest. Dus laat gewoon zien hoe goed je kan hockeyen. Weet je, en dan komt het vanzelf. Nou, dat heeft de tweede helft laten zien. En het grote sluitstuk voor jou Europees, het kan nog steeds komen. Nog steeds, ja zeker. Nee, dat heb ik niet aan gedacht de afgelopen anderhalf uur. Dat het mijn laatste zou kunnen zijn, maar weer een Duitse ploeg maandag, dus weer een heel mooi affiche. Dus we gaan vrolijk door. Jij zei wel voorafgaand aan deze wedstrijd, zei je al van ik wil wel de sfeer bewust in me opnemen, omdat het de laatste kan zijn. Is dat er nog wel van gekomen? Ja, 100%. Als je dan, ik stond bij de goal die we maken, 1 seconde voor tijd of 1 minuut voor tijd. Als je dan het stadion hoort gaan, dan kijk je toch nog even 2 keer om je heen. Dat is gewoon onwijs gaaf.